Yo, de jetlag is too real. En ik had om 12 uur al zoveel moeite om uit bed te komen. We zijn nu onderweg naar de Nationale Moskee, maar onderweg zie ik al dit. Kijk nou hoe mooi. Dit is een station. Voor een grote Aziatische stad heeft Kuala Lumpur heel weinig mensen op straat lopen. Voor mijn gevoel. Kijk hier ook. Ik ben op een station, Kuala Lumpur station. En er loopt hier niemand. En het is een zondag. Ik moet zeggen dat ik het niet per se heel chill vind. Zeker als je alleen als vrouw op reis bent. Dan vind ik het gewoon heel fijn om heel veel mensen om me heen te hebben. Als er dan iets gebeurt, dan kan je echt gewoon een beetje de psycho uithangen. En dan kijkt iedereen wel op. En als er zo weinig mensen zijn, dan... Ja, wie gaat er dan kijken als iemand je iets aandoet? Maar goed, komt al goed. Het is gewoon meer iets wat ik heb opgemerkt en wat echt anders is aan Kuala Lumpur. Bijvoorbeeld Hongkong, Beijing, Seoul of zo. Daar zijn gewoon overal mensen. Echt, en heel veel mensen. En dat zie ik hier niet. Aan de andere kant is Kuala Lumpur wel verschrikkelijk mooi. Kijk nou, dit is een station. Jeetje joh. Wow, vet mooie fontein. Hij is echt super groot trouwens. Zie je die mensen daar lopen? Daaraan kan je het zien. En ik denk dat dit de Nationale Moskee is, maar ik ben niet zeker van. Yes, gevonden. Ik had hem op de een of andere manier ronder verwacht of zo. Zo zie je maar, hè? Verwachtingen. Vet veel mooie fonteintjes. Ai, ai, ai. Het is 2 uur en hij gaat pas om 3 uur open. Bammer. Op zich ook vrij logisch hoor. Een moskee is om te bidden en niet per se als toeristische attractie. We gaan eventjes een rondje lopen in de buurt. Kijken of daar nog mooie dingen te zien zijn. Het Museum voor Islamitische Kunst zat hier tegenover. Dus ik dacht, hey, laat ik daar maar gewoon een uurtje gaan chillen. Yo, wat? Check dit plafond. Dit is een soort buitentuin. Kijk, je kan hier zo naar buiten bij deze deur. En dan heb je daar 2 hele mooie fonteinen. Ik ga nu niet naar buiten, want het is echt te warm. En hier is lekker de airco. Holy smackers, een hele oude Koran. Uit de Qing Dynasty. De Chinese, oftewel de Qing Dynasty. Dit is vet interessant. Er staat hierbij, nou, tenminste, hoe ze vermoeden dat de islam naar China toe is gekomen. En weet je nog in Xi'an dat je moslimwijk daar had? Onze favoriet is een moslimbuurt met veel lekker eten. Me toen al heel erg af van, joh, hoe is dit hier naartoe gekomen? Ze vermoeden dus dat dat via 2 routes is gebeurd. 1 is de zijderoute en natuurlijk door handel. En de andere is door de vaarroute via de zuidelijke Chinese provincies. Holy smackers, check deze brute kroon. Love it. Oh yeah, sieraden. Ik wil nog echt wel een keer naar de Crown Jewels in Londen. Dat is zo'n expositie. Maar ik word altijd wel heel blij als ik... sieraden bij dit soort musea zie. Ik ben nooit heel erg van de kopjes en de schoteltjes en dingetjes in musea, maar dit is wel heel, heel mooi. Check ook dat theepotje. Prachtig. Goud met diamanten. Het is een Indiaanse ketting trouwens. Check dit. Wauw. Een Persische Koran met Indiaanse edelstenen en kristallen. Heel mooi. Het is heel klein trouwens hoor. Kijk maar. En het sparkles. Kijk nou. Sparkle. OMG, dit plafond. Hou op, schei uit. Plafondgoals. Yo, even heel eerlijk. Ik was van plan om je dit museum keihard af te raden. Want ze hebben letterlijk gewoon deze verdieping. En er staan heel veel, zeg maar. Hier bijvoorbeeld staan heel veel boeken. En er is ook een heel stuk met calligrafie. Wat ik persoonlijk niet zo heel boeiend vind. Maar ik vind het super interessant om te leren hoe de islam naar het oosten is gekomen. Dus net was er ook een uitleg hoe bijvoorbeeld via Afghanistan naar het zuiden van India de islam daar is gekomen. En ja, net ook zeg maar, hoe het naar Maleisië is gekomen en hoe het naar China is gekomen. Ik vind het heel, heel, heel fascinerend omdat ik hier oprecht helemaal niks vanaf weet. Als jij dat ook heel leuk vindt, dan zeg ik... Dit museum is voor jou en het is, weet je, nu moet ik dus een uurtje wachten om in de Nationale Moskee te komen. Dit is perfect. Het is airconditioned en ook nog
ja, leuk om deze dingen te leren. Wat, check dit. Dit deed me zo denken aan Assassin's Creed. Maar dit is dus een mantel die werd gedragen door belangrijke vrouwen vroeger in Centraal-Azië. En dan deden ze dus zo'n mantel om. Nou, die bedekte dan helemaal het lichaam. En dan deden ze dus ook nog eens een sluier voor van paardenhaar. En hoe dat eruit ziet, kijk, ik hoop dat ik het je kan laten zien. Want je ziet het niet heel goed. Kijk hier, kan je het toch bijna niet voorstellen? Fascinerend, oprecht. Weet je, ik weet dat een aantal van mijn kijkers moslim zijn en die zullen dit waarschijnlijk heel leuk vinden om te zien. Mocht jij dat nou niet zijn en hier een oordeel over hebben, dit is hoe je een open blik krijgt. Schakel even dat oordeel uit, je hersenen gewoon even op blanco en kijk hiernaar vanuit een soort van, ja, fascinatie van, oh, en hoe doen andere mensen dat en waarom doen ze dat en... Ja, gewoon vanuit een soort van blanco kindperspectief. Als een van, ik vind het heel leuk om hierover te leren. En wat ik ervan vind, doet er gewoon nu even niet toe. Ik ben gewoon even aan het leren. En dat is zeg maar waarom ik denk dat heel veel mensen zich afsluiten voor de wereld. Omdat ze meteen hun oordeel ergens op projecteren zonder zich eerst open te stellen en daar heel veel over te leren. En nog steeds, al leer je erover, dan nog hoef je het niet ermee eens te zijn, hoef je het niet te doen. Maar dan heb je gewoon in ieder geval een stukje meer over de wereld geleerd. Dat is hoe je een open blik krijgt en dat is hoe reizen zoveel leuker wordt. Yo, Aladdin was nog nooit zo dichtbij. Ik wil echt wrijven over deze lampjes. Oké, het is 3:15. Even checken of we bij de Nationale Moskee naar binnen mogen. Ik heb een robe aangekregen en een hoofddoek. Zo grappig om te zien hoe dat eruit zou zien. Ze denken dus ook allemaal dat ik moslim ben. Of tenminste, ze vragen van, ben je moslim? Ik krijg heel vaak te horen dat ik op Turks lijk of zo. Vet grappig. Superleuk om een keertje te doen, eigenlijk. Oké, dat was vrij indrukwekkend. Ik weet nog niet helemaal wat ik ervan moet vinden. Ik vond het wel heel mooi om te zien. En dat je ook gewoon toegang krijgt om te zien hoe het eruit ziet. Ik ben een Indiaans restaurant naast de Hindoe tempel binnengelopen. Iedereen zat me aan te staren. Er zitten hier echt alleen maar Indiërs. Dus ik maar lachen. Hihihi. En ik zag op de menukaart daar zo dat ze dus een vegetarian meal hadden. Dus ik zo, nou, can I have a vegetarian meal? Oké, okay. Nu krijg ik dus dit. Dit is heel typisch, hè, voor India. Dus, maar goed, ik zag ook hoe hij het opschepte. En ik hoop maar even dat ik morgen nog op pad kan. Maar ja, op zich ziet het er wel lekker uit. Daar niet van. Maar ik weet gewoon niet of ik het... of ik het ga overleven. No joke, dit is echt een oh my god moment. Het eten is super, super, super lekker. En ik zag iedereen met hun handen eten. Dus ik dacht, dat ga ik ook doen. Maar dat is zo'n andere ervaring dan als je bij ons bijvoorbeeld roti eet of zo, weet je wel. Dan heb je gewoon die roti en dan pak je eten. Maar als je echt, zeg maar, in het eten gaat en de rijst. Ja, het is echt een andere ervaring. Hij kwam net al tweede portie opscheppen. Ik weet niet of ze blijven doorscheppen totdat je vol zit of wat moet ik doen. Oh, nog iets. Het eten is koud. Blijkbaar hoort dat zo. Maar dat betekent wel dat je veel meer kans hebt om ziek te worden. Dus Russisch roulette. Maar ik heb wel lekker gegeten. Ik zeg eerlijk, dit was echt 10 stappen uit mijn comfortzone. Maar ik vond het echt een mega leuke ervaring. En het kostte echt iets meer dan 1 euro. Voor 2 keer opscheppen. Weet je hoeveel ik heb gegeten? Ik zit helemaal propvol. Unbelievable. Oké, okay, nu hopen dat ik er niet ziek van word. Daar zijn we, Observation Deck, Kuala Lumpur Tower. Het is een beetje mistig, dat zie je van beneden helemaal niet. Ja, of het is Yellow Dust uit China. De Petronas Towers, ja, dat vind ik wel leuk uitzien. Oh, moet je kijken. Deze heeft een tennisbaan op de rooftop en deze heeft een zwembad. Best wel dope. Ja, trouwens, als je hier woont, dan kan je dat ook wel betalen. Dit is een van de Golden Triangle waar ik nu ben. Ah, kijk hoe cool, de toren is nu verlicht. Super vet. Wow, breaking news. Stefan weet niet eens, maar we zijn getrouwd bij deze. Ik heb een ring uitgezocht, schat. Nee, ik word echt gek van... tenminste, mensen vragen dan zeg maar of je getrouwd bent. En eigenlijk is het een beetje not done om nee te zeggen dat je als vrouw alleen op reis bent. Dus ik ben naar Jalan Alor gelopen. Door een van jullie aangeraden op Instagram. En ik zag hem ook in dat soort van Lonely Planet boekje wat in mijn kamer lag. OMG, wat? Macaron ice cream? Wauw.
Ik heb gekozen voor een Chinese vegaschotel en dit is meloensap. Het zag er verdomd goed uit op de foto, maar in het echt ziet het er nog beter uit. Barbecue tofu. Okay, never mind. Dit is het raarste wat ik ooit heb gegeten. De tofu is koud, wat heel ongebruikelijk is in Chinese gerechten. Plus, er zit zo'n zoete saus overheen. Het had gewoon net zo goed chocoladesaus kunnen zijn. Ik ga dit gewoon laten staan. I can't. Oh yes, dit is wel lekker. Groene papaya. Ik neem nog een snelle douche. Morgen wacht weer een dag vol avontuur op ons. Okay, we're Death Wish Crossing. Oh my god. Abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je morgen weer. Welterusten.